ik ben Peggy en vandaag ga ik jullie mijn stad Groningen laten zien. Ik neem jullie vandaag mee om te laten zien dat er niets boven Groningen gaat. Lekker Hollands, op het fietsje. De hoge en lage der A is het meest gefotografeerde stukje van Groningen. Nou, de Italianen hebben pasta, de Spanjaarden hebben paella en de Groningers hebben de eierbal. Cultureel erfgoed, 100% Groningen. Als je hier bent, probeer er een, want het is super lekker. En zo belanden we van die bruisende binnenstad zomaar in een oase van rust. We zijn hier bij het Pepergasthuis. Een van de vele hofjes die de stad Groningen rijk is. Maar liefst 32 stuks. En dat zijn plekken waar je even heerlijk tot rust kunt komen. Dit is mijn favoriete Franse bakkerij in Groningen. Broodje van eigen deeg. Het ziet er altijd hartstikke prachtig uit als het hier gemaakt wordt. Ik sta hier in De Kaaskop. Een winkeltje vol met allemaal lekkere kaasjes en allemaal anders lekkers. Ik heb hier een stukje de olle grise. Heerlijk. Leuke aan De Kaaskop is dan ook dat je hier je eigen pindakaas kunt maken. We gaan nu eventjes naar een van mijn favoriete delicatessenzaakjes. Ariola is het. Grazie. Buon appetito. Dit is Bean, een concept store waar je terecht kunt voor mooie lifestyle artikelen en hele leuke kleding. Ja, we staan nu voor het Groninger Museum. Mocht jij nou een ontzettende cultuur- of kunstliefhebber zijn, dan moet je hier echt geweest zijn. En dan Mary Jane, dat is echt prachtige schoenen. We zitten nu op het terras bij de Smooth Brothers. En dat is een tentje waar je hele lekkere smoothies en frozen yoghurt en allemaal gezonde lekkere dingetjes kunt krijgen. Een van de leukste plekken om 's avonds nog even een drankje te doen is bij Mr. Mofongo. Waar ze hele lekkere cocktails maken. En waar ze een heuse robotarm hebben om de cocktails mee te maken. Een van de leukste dingen van uitgaan in Groningen is dat de kroegen geen sluitingstijden hebben. Dus je kunt de hele dag doorgaan als je wil. Want de kroegen gaan pas dicht zodra de laatste mensen naar huis zijn. Dat was in een notendop wat Groningen allemaal te bieden heeft. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en dat je gauw een keertje langskomt, want het is hier gewoon hartstikke leuk. Ik ga nog even feesten en dan hoop ik jullie heel erg gauw hier in Groningen te zien. Doei!